So if you serve, I'll be on my way. Theater ben ik terechtgekomen door een economische crisis van de jaren 70. Ongeveer hetzelfde fenomeen als zijn, als hier nou eigenlijk verder. Ben ik mogen blijven, hè. Voor de rest van mijn leven. Je werd mij in een ploeg gezet voor het opbouw van decor en afbraak van decor. Hè. Dus plus de changementen die dus, tijdens de voorstellingen moesten gebeuren. Maar dat was een beetje zwaar. En dan nemen ze mij ondergedeeld in de accessoire. Als. Voilà. Pak dat eens op. Ligt te veel? Ja, ze hebben mij dat gesproken. Pak dat eens op. Nee. Dat is allemaal echt geld, hè? Serieus gewicht. Dat is echt geld. Ja, 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 dat is allemaal echt geld, hè? Echte franken van vroeger. Ja, dat zijn van buitenland. Buitenlandse munten, over het algemeen, de meeste. En dat heeft voor een productie gediend. Met een echte kameel op de zee en alles. Een raadje, sheik of een fakir of weet ik. Je had enorm veel geld. Al dat geld dat weer gebruikt in een grote bak achter de zee. En op een gegeven moment werd er zo'n sluif opengetrokken. En al dat geld dat reist gewoon de zee op. Hè. Dat was. Daar zitten we dus nog altijd mee. Ja. Het is zelfs zo zwaar, hè, dat mijn schep hier afgebroken is. Dat is gewoon deur. Door de winkel ook daar gezakt. Voor ze waar weg. Dan moet ik iets veranderen, want dat is niet goed. The time has come again. Slowly walking down the steps. Ja, wel. Hier heb ik je licht. Hier zit het eigenlijk tussen de grings van de zaal en de scène. Dat zijn de eerste oude tamboeren en zo die aan hier hangen voor de eerste trekken op de scène. Met oude sparren vroeger, ja. Dat was allemaal met hout en koor. Hè? As well as everybody else. Er allemaal voor gediend vroeger. Die kabels, die stuk machine dat hier staat, met de hand, en ook de drank, om te laten zakken. Maar wat me wel bijblijft, zo heel leven, dat is de collega's, de mensen waar je mee gewerkt hebt. Waar je plezier hebt mee gehad en waar je een samenwerking hebt gehad. En vooral de plezante dingen daar. Ik kan de minder plezante, die ben ik eigenlijk al vergeten. Soms zouden denken, waarom houden ze die oude rommel allemaal bij? Hè? Je kunt soms niet geloven wat dat zegt rond op Zeuks. Een oude pispot, hè, die stond hier allemaal. Hè? En een bedpan en wat weet ik allemaal. En dan denk je van, allee, maar dat kun je niet. Ja, op die of daar aan de rommelmarkt kun je dat misschien nog vinden, maar aan de vinger niet meer. Is er tijdens uw werken eigenlijk ooit iets compleet mislukt tijdens een voorstelling? Bij requisieten of? Jawel, de scène is in brand gestaan. Hoe kwam dat? Ah, dat was een van onze opera divas, die was met haar fakkel te dicht onder een boom gaan staan. Ja, en dan stond er natuurlijk als technieker achter de coulissen en dan moet er iets gebeuren. Maar de dirigent, die ziet dat niet direct. Dus die is met zijn orkest bezig en
mee te zien. En, maar wij zagen dat gras in brand staan, dus dat was namelijk gras dat er onder die boom dus was gelegd. En wij zagen dat in brand staan. En dan moesten we eerst nog wel een toneelmeester gaan vragen of dat we dat mochten blussen, want je muizen moet niet op de scène lopen. Maar dat moest, ja, dat mocht direct geblust worden, want dat was zijn gevaarlijke toestand. Ik ben eigenlijk op pensioen, ja. Maar ik mag nog altijd die tonen. En dus ja, omdat ik dat nog altijd geren doen, dus kom ik een paar uurtjes per week. Hè. Nog met orde in de zaak houden. Zo. En dan, ik weet nu wanneer ik dat ga meugen. Zolang je dat geren doet, dan zit er daar eigenlijk niks meer in.